Hallo Pietje Welkijkers. Zoals je ziet staan we bij een molen. En niet zomaar een molen, maar de Prinsenmolen. En ik zou hier heel graag een kopje koffie willen drinken. Dus laten we het maar gaan proberen. Meneer? Meneer, mag ik u wat vragen? Wij zijn van Siniak Pietje Bel. En hebben een programmaatje onverwacht op de koffie. En we vroegen ons af of we bij u op de koffie mogen. Nou, als dat zou kunnen. Ja? Oké. Okay. Joehoe. Mag dat zo? Ja, goedemiddag. Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mogen we meelopen met u? Wauw. Nou. Oh, wat een grote tuin heeft u zeg. Loopt dat helemaal rond? Oh. Ik heb hier iemand van Pietje Bel die wil koffie komen drinken bij je. Goeiedag. Goedemiddag. Hallo. Hallo, ik ben Erika. Mogen wij bij u op de koffie? Jazeker. Ja? Ja. Nou, leuk. Oké. Okay. Jeetje, wat een grote tuin zeg. Zo even een rondje lopen zeg. Oh. Wauw. Waar woont u nou? In de molen of daar? In de molen. We wonen in de molen. En wat is dat dan? Dat was vroeger het zomerhuis. Als ze veel maalden zomers, dan woonden ze daar. Maar wij wonen gewoon in de molen. Wat spannend. Mogen we binnenkijken? Jazeker, dat mag. Kom maar mee. Ja, oké. Okay. Mogen uw schoenen aanhouden, wil ik mijn kaplaars uittrekken. Oh. Het is niet groot. Leuk zeg. Allemaal hoekjes en gaatjes. Ja. Mijn man die komt nooit voor een verrassing te staan. Als we thuiskomen, dan staat de meubels altijd zo zoals ze staan. Maar ze kunnen niet anders staan. Nee. Het meeste is echt allemaal gemaakt om hier te kunnen staan. Ja. Want er past niks. Dus, wauw. Ja. En wat is dat? Dat is het wiel. En de as, die loopt dus helemaal naar boven. En daar zit de wiek aan vast. Als de molen draait, dan draait het wiel ook mee. Dit draait dan? Ja, dan draait dit. En dan zit er achter die muur daar, aan de buitenkant, daar zit het scheprad. En dat maalt het, dat pompt het water eigenlijk van de plas naar de rotte toe. Zo werd vroeger de plas bemalen. En heel de polder, Berg en Broek. Dus alles wat Hilligers Berg en Schiebroek was, dat werden deze molen, die polders, werden die op peil gehouden. En tot hoeveel jaar geleden moest daar echt gepompt worden? Dat is ongeveer tot de oorlog geweest. En in die tijd was er een elektrisch gemalen. Dat staat hiervoor dan bij de sluis. En die heeft toen een beetje de functie van de molen overgenomen. En na de oorlog heeft hij ook nog wel een aantal jaren gedraaid. Dat hij eigenlijk als hulp, als de wind stond, door die familie die er toen de tijd op woonde, dat hij hem eigenlijk liet draaien. En nu draait hij ook nog wel eens, of niet? Nu draait hij eigenlijk nog alleen maar voor de aardigheid. Hè. Als we het leuk vinden, dan laten we hem draaien met molendag en de dagen ertussendoor. Zo. Dan, gewoon een beetje voor attractie en voor de aardigheid, dat je zegt, vindt leuk. Maar als je hem nou laat draaien, gaat hij dan automatisch water pompen of niet? Ja, als de wieken draaien, dan geeft hij gelijk, draait het schepperrad mee en die drukt het water zo naar de rotte toe. Maar kan dat dan geen kwaad, dat er te veel water... Nee, dat maakt niet uit. Want je moet, als die 3 uur draait, en met een behoorlijke snelheid, dan heeft hij ongeveer 35 kubieke meter water per minuut eruit gedrukt. En dat heeft een invloed op de plas van ongeveer 1 centimeter dat het waterpeil gezakt is. Dus als je een dag zou draaien,
dan ben je misschien 4 centimeter dat het water gezakt is. En dan zakt er nog weer grondwater bij vanaf de rotte vandaan naar de plas toe. Dus dan zit je ongeveer op 1,5-2 centimeter wat het plaspeil gezakt zou zijn. Nou, dan krijg je het schutten van de bootjes door de sluis. Dus die zorgen dan wel weer voor dat een dag daarna die 2 centimeter weer terug is. Kom maar mee, dan lopen we eens even naar boven. En niet tussentijd van mevrouw koffie zetten, want anders ga je alles weg zonder dat je koffie hebt. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, dit is de spil. Die loopt dwars door de molen heen, van boven naar beneden toe. En dat is eigenlijk de aandrijving van de wieken naar het wiel wat we net hier beneden hebben gezien. Hé, hey, daar komt de uitdrukking van de speel zijn van. Ja, de speel zijn van iets, ja. Dat is ja, leuk. Ja. Wauw. Nou, toen we hier kwamen was dit natuurlijk wel allemaal kale zolderen met riet en alles. En dat is natuurlijk ja, betimmerd en geïsoleerd en alles eraan gedaan om het natuurlijk bewoonbaar te maken. Een badkamer en daar een slaap- en naaikamer. En dan hier nog een slaapkamer, dus dat hebben we allemaal... Allemaal zelf gedaan. Van lieverlee zo is dat er natuurlijk allemaal ingemaakt. Nou, dit is het gedeelte waar dus hierboven ligt de kap. En die kap die kan je dus op de wind draaien. Dus dit gedeelte dat kan je dus beneden vandaan door het met het wiel om te trekken. Hier zitten rollen. En dan kan je dus dat bovenste gedeelte naar de wind toe draaien. Want de ene keer komt de wind uit het noorden, de andere keer komt hij uit het westen. Dus dan moet je hem eigenlijk natuurlijk altijd naar de wind toe zetten. Ik had bedacht dat ik wel een keer aan de wiek vast een rondje zou willen maken. Is dat wel eens gebeurd? Nou, nee, ik heb het nooit gedaan. Want nee? Het lijkt me nou niks. Als de wind wegvalt, dan kom je op een gegeven moment aan de staai bovenaan en op je kop. Ja, het leuk vindt dan. Ja, dat mag wel een keer op molen dan. Nou, dat wou ik maar niet doen. Oh, oké. Okay. Is het scheprad? Dat draait naar rechts toe. Dat drukt het water door die goot heen, die je eigenlijk aan de voorkant kan zien. En dan bouwt die druk op. En doordat er dan druk staat op die deur die je eigenlijk aan de andere kant ziet, gaat die deur open. Dat noemen ze dan ook de wachtdeur. Dus hij begint te draaien, druk je dat water in die goot en dan komt hij er zo uit. En op het moment, laat ik hier aan de voorkant kijken. Op het moment dat hij snel genoeg draait, dan gaat die deur, die je daar ziet, die houten plank, die kan scharnieren. Die gaat dan open, dus die wordt opengedrukt en dan pompt hij het water zo de rotten in. Op het moment dat hij zachter gaat draaien, dan wordt de waterdruk van de rotten groter als de waterdruk die hem oplevert. En dan draait hij met, klapt hij die deur weer dicht. Ja. Dat is eigenlijk het principe. Die deur noemen ze dan ook de wachtdeur. Als de molen stopt, sluit die deur. Als de molen draait, dan gaat die open. Nou, hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke gezellig en leerzaam. Tot ziens. Dank u wel. Zeg, prettige dag en tot ziens. Hetzelfde. Dag. De molendag lang voor komen doen. Oh ja. Ja, dat gaan we doen.